En toen heb ik wekenlang gedaan alsof ik echt blind was. Nou, hier zit ik niet op te wachten hoor. Wie was dat? Ja, wie denk je? Henri. Die zak die weer mijn bedrijf gekost heeft. Oh, ik dacht dat PK dat op zijn geweten had. Ja, maar zonder Henri had hij die aandelen nooit te pakken gekregen. En jij hebt met allebei iets gehad. Uh-huh. En Henri is de opa van je kind. Ja, en? Al zijn onderdelen deden het nog goed hoor. Oh. Wacht eens even, dan hebben we dus Henri, PK, Harm en Nick. Nick zat tussen... Oh god, ik weet het niet meer. Nick zat tussen PK en Henri in. Dat betekent dat Henri en PK samen vielen. Of was het nou... Oh, echt. Laten we daarop drinken. Ze maken het toch zelf naar? Volgens mij gaan mannen in hun hoofd de godganse dag vreemd. Ja, als ze daarbij lieten, was het nog tot daar aan toe. Ze zijn zo doorzichtig, ja. Ja, en ijdel. Ze zijn gewoon bang dat hun pik te klein is. Ja, maar ze lopen hem wel de hele dag achterna. Oh, wat moeten we ermee? Hoe komen we er vanaf? Nou, inderdaad. Ik heb met jou meer lol dan dat ik ooit met een man gehad heb. Ik ook met jou.